Ja, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update. Dan komt een reeks van 3 wedstrijden aan met een bekerwedstrijd natuurlijk op dinsdag. Morgen eerst richting Almere City. Vandaag werd er getraind. Ja, en het is herfstvakantie. En dan is er wat meer jeugd. Die staan natuurlijk naar die training te kijken. Willen ook een handtekeningetje hebben. Hier, kijk, even ook op de foto natuurlijk met hun helden. En dan kijken we naar de training en dan zien we dat eigenlijk iedereen wel op het veld staat. Kijk, ook hier Philip Sandler, die traint een deel gewoon mee. Dirk Proper, die traint apart. En later trainde ook nog eventjes Sano apart. En ook Philip Sandler stapte op een gegeven moment uit de training. We komen zo op de vraag of hij morgen op de bank zit of misschien wel start. Eerst maar eens eventjes naar afgelopen weekend, want er werd gewonnen. En dat is dan wel lekker als je dan aan die reeks van 3 wedstrijden begint. Ja, was heerlijk, was heerlijk. Natuurlijk winnen. In eigen stadion is heerlijk. Ja, we hebben het nog niet zoveel gedaan dit seizoen. Dus ik hoop wel dat we die gevoel vaker kunnen krijgen. Nee, natuurlijk. Het is altijd lekker om te winnen. En dat geeft ook een goed gevoel en vertrouwen richting morgen. Maar uiteindelijk wil je morgen een goed resultaat halen om die reeks zo goed te beginnen. En wat ik al zeg, morgen is het allerbelangrijkste en daarna zien we verder. Hij moet het nu nog hebben van een invalbeurt, maar hij wil natuurlijk heel graag die basisplaats zo snel mogelijk weer terug. Zoontje Hansen, ja, en als hij speelt is hij direct altijd gevaarlijk. Hoe is het nu met hem? Ik had een kleine tegenslag, spierblessure, waardoor ik ook op de bank zat de laatste wedstrijd. Dus voor de rest voel ik me prima. Maar dat zien we ook wel in het veld, want als je erin komt, je brengt gelijk wat gevaar. Klopt. Als ik... erin kom of basis staan, maakt niet uit. Ik weet wat ik kan. Ik weet dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Dus iedereen wil dat ik gewoon elke minuut kan spelen. Omdat ik ben een, denk ik wel, een mooie speler om naar te kijken. En hoe meer minuten, hoe meer we kunnen genieten. Dus het is wel belangrijk natuurlijk om fit te blijven is het belangrijkste. En daarna fit te worden is daarna ook nog belangrijk. Maar toch lijkt me het ook gewoon lastig voor jezelf. Hè? Elke keer krijg je toch weer die tegenslag dat je weer iets hebt. Hoe is dat? Is natuurlijk wel balen. Maar ik ben niet de enige. Ik denk, er zijn heel veel voetballers die denk ik wel vaker geblesseerd zijn. En jammer genoeg ben ik dat. Maar ik moet door en ik blijf positief. En wanneer ik fit ben, dan weet ik dat ik meer kan genieten. De eerste in een reeks van 3 is dus Almere City, morgen om 8:00. Ja, wat gaat dat voor een wedstrijd worden? Ja, geen makkelijke wedstrijd. Hè. Almere, ondanks dat ze nog niet gewonnen hebben, zijn al een aantal keren heel dichtbij geweest. Je ziet de laatste week ook zeker progressie in hun spel. En ze hebben ook wel een ploeg die het de tegenstander gewoon lastig kan maken. Agressief is, veel duelkracht. Ja, dus daar zullen wij ons mee moeten meten. Ja, dan kijken we naar de selectie. Zit morgen misschien al die basisplaats erin van Zoontje Hansen? Nee, nog niet. Ik denk, ik hoop misschien PEC Zwolle en anders Groningen. En wat ik al zei net, als ik vanaf de bank moet beginnen, ik ga gewoon alles geven. Rendement hoog houden en veel acties maken en fit te worden natuurlijk. Dus is aan de trainer zijn keuze wanneer hij mij weer basis zet. Philip Sandler zal er morgen nog niet bij zijn. Hij hoopt dat hij in ieder geval volgende week ergens kan aansluiten bij die wedstrijdselectie. Sano dus wel? Ja, van de week kreeg hij weer een bal verkeerd op de gekwetste enkel. En dat kwam net verkeerd uit, zeg maar. Maar die is er gewoon morgen bij. Wat ik al zeg, alleen Dirk en Philip zijn er in principe niet bij. Dan waren we van de week ook nog eventjes wezen kijken bij die historische poort. Poort 7 die weer zichtbaar is. Dankzij HKN en E-Sight. Die hebben in ieder geval gezorgd dat die er weer is. Maar die willen me opknappen en dat kost een hoop geld. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik denk zo'n trap opnieuw en metselen, beton eronder. Dat is denk ik niet goedkoop. Ik weet eigenlijk nog niet wat het gaat kosten. We zijn met offertes bezig. We kunnen met crowdfunding en dat soort dingetjes doen. Maar dat is altijd maar de vraag hoe dat... hoe dat zich gaat ontwikkelen, zullen we maar zeggen. Ja, dat zou mooi zijn als hier weer een volle glorie te zien zal zijn. Hè? Poort 7, daar komen we zeker nog op terug. Goed, morgen wordt er gevoetbald. Om 8:00 kun je er niet bij zijn. RN7 is erbij. Je kunt op de radio gewoon lekker meeluisteren. En wij zijn er maandag in ieder geval weer met een NEC-update podcast. En dan in de podcast Carlos Albers. Heb je een vraag voor hem? Stuur hem in ieder geval via een DM'tje in en dan hoor je misschien wel die vraag aanstaande maandag terug in de podcast. Ik zeg graag
tot de volgende.